Zo, lekker. Een lekker bak koffie erbij. Ja, het wordt een beetje een bewolkte dag vandaag, geloof ik, zo te zien. Ja, dat waar. Oh, goedendag. Zijn jullie er ook weer? En welkom bij een nieuwe avonturen van Boete van Boete. Jawel, ik ben weer terug. Ja, ik heb de laatste tijd heel veel op mijn bord gehad. De ene na de andere problemen. Ik ben een tijdje tussenuit geweest. Eventjes om te bezinnen eigenlijk. Ja, wat een woord, hè, bezinnen. Ja, maar moest ook wel, want ik kreeg zoveel op mijn bordje en ik had geen motivatie meer en er was nog ook iemand die me aanklaagde voor auteursrechten op mijn vorige YouTube kanaal. Ik kon twee dingen doen. De video's eraf halen waar dat over ging. Nou, het ging bijna over alle video's. Bijna. Ging over het intro. Een beetje kinderachtig. Maar ik ga daar niet over uitweiden. En het is gebeurd. Ik maak een nieuwe start. Ook een nieuwe avontuur van Boete van Boete. Ik zit op een ander kanaal van iemand. Die gaan in de volgende week gaat het over naar Boete van Boete toe. De jongen zegt nou, je doet het maar en mijn zegen heb je. Ook weer zo'n woord, zegen. Nee, maar deze jongen die heeft mij geholpen en zei, kom op jongen, schouders er weer onder en gaan met de banaan. Nou, banaan vind ik ook weer een verkeerd woord. Ik ondersteun je en nou ja, deze jongen de rest van de mensen ook hoor. Ik bedoel, mijn team heeft mij nooit in de steek gelaten. Want zoals je weet heb ik een eigen team nou, een leuk team. Dus ik zei nou, Ik ga weer even een nieuw avontuurtje maken, of een nieuw avontuur maken van Boete van Boete. Wij zitten nu op de bekende map. Een paar maanden geleden ben ik hiermee gestopt. Ik had weer andere dingen. Ik ga weer verder. Op de Great Country, hele mooie map, een van mijn favoriete mappen is dit. Het komt in de buurt van Noordwest-Friesland, of Noord-Friesland. Noord-Friese Maas, dat is mijn favoriete map. En de tweede map is, deze map. Ik zal mijn geluid even wat zachter zetten. Ik heb het idee dat ik daar niet overheen kan komen. Ik hoop dat het nou zo goed is. Goed, wij gaan wat verkopen. Hier is
Ja, de meisje kent de Great Country. Is een nieuwe versie uit 1.8. Nou, ja, een bakkerij zit erin, als ik me niet vergis. Ja, wij gaan wat verkopen. Even kijken. Want we hebben een beetje geld nodig. Dan moet ik eens even kijken. Ja, ik kan maar zo wat doen, maar ik ga eerst even kijken naar de prijzen. Even kijken, zonnebloemen. Ja, hebben we niet zoveel, maar levert wel wat op. Ja, een bakkerij is erbij gekomen. En zo, vlees, slachterij is er ook bij. Is net als in de Noord-Friese mas. Nou beginnen ze allemaal mee, eigenlijk. Ik weet niet wat dit is. Geen idee. Suiker. Lekker stenen. Of zo is het. Wat dat is. Maar heel veel bijgekomen. Ook bij deze kaas kan je maken. Nou, tomaten en sla en bloemkool kun je ook maken. Sla kan je maken, kon je maken. Ja. Dus er is ja, tamelijk veel bijgekomen. Maar even kijken. Ik ga nou vooruit lopen. Poppies. Waar zijn de poppies? Even kijken. 20 of 2000. Even kijken. Ja. Nou, ik ga dit maar even doen. Levert het meeste op aan is bij de Baanhof. Nou, gaan we even poppies. Even kijken waar het aan staat. Speelt. Oh, Bali. Oh ja, dat is voor de bierfabriek is dit. Ja, maart. Dat wordt als poeier. Alles erin gooien. We hebben verkopen, want ja, moet ik even kijken waar de Baanhof weer zit. Even kijken hoor. Waar zit de Baanhof nou weer? Oh, hier zit de Baanhof. Bij de Schaapjes en bij de die Oopsfarm. Goed, dan gaan we daar even naartoe. Goed, ja, wat is er allemaal gebeurd? Ja, ik bleef hier gewoon. Ik heb ook nog een bedrijf in Noord-Friese Mas. In het noorden van Duitsland is dat. En we zijn nou in Amerika. Daar heb ik een hele groot bedrijf zitten ook.
En dat wordt, ja, als ik er niet ben, wordt dat gerund door, ja, door mijn vaste compagnons eigenlijk. Nee, ik ga af en toe ga ik, ja, naar Noord-Duitsland weer toe om, ja, hier. Maar de rest van de tijd zit ik hier op White Country in Amerika. Ja, dan gaan we wat open. Ja, veel meer ik zeg maar alle kleine beetjes helpen. Maar wat? 54.000. Ja, wie groeien de fruit in de kassen? Ja, het is een, ja, een beetje heuvelachtig land. Een beetje, ja, in de verre is het ook allemaal heuvelig. Berg is en zo. En, ja. Nou ja, ik heb in de tijd heb ik dit gekocht van een weduwnaar. Die had er geen zin in ja, in het boerenleven. En ja, ik kwam via kwam ik ja, hier terecht eigenlijk. Ja, ja, wat wij doen, wij zijn een bedrijfje. Een bedrijf. Ja, die kopen oude, die kopen. Mensen die het niet meer aankunnen om hun eigen bedrijf te runnen, die nemen we over. Ja, ik heb een bank achter mij zitten. Een grote bank. En ja, ja, oké. Okay, ja, die liggen dat ook voor. Of die banken van de weduwnaar, die kwam naar mijn bank. En die zei, goh, weet jij niet iemand die het bedrijf in Amerika kan overnemen? Want die man heeft er geen zin in. Meer. He, zijn vrouw was pas overleden en ja, hij had kinderen, maar ja, die kinderen wouden ook eigenlijk het bedrijf niet overnemen eigenlijk. Nou ja, die belt mij dan op. Die bank van mij dan en die zei, goh, we hebben een aanbod. Ja, lijkt dat je wat. Zoals jullie weten ben ik over de hele wereld al geweest en bedrijven opgezet. Bij de ene blijf ik iets langer als bij de andere. In de Noord-Fries Mars in Noord-Duitsland was het net zo.
Ja, die heb ik opgekocht via de bank. En nou ja, en de bank zegt van ja, oké, maak er wat van en maak het winstgevend weer. En ja, nou ja, ik ben al een tijdje in Noord-Duitsland nou en ja, het bevalt me goed. En ja, nou ja, en de bank ging akkoord doordat ik wat langer bleef. En die zei van nou, oké, het bedrijf is nu van jou. Ja, wat wij doen met ons bedrijfje is, ik ga in de tussentijd even kijken wat ik nog meer kan verkopen. Ja, zonnebloem bij de bank. Nou ja, we gaan in gesprek en ja. De bank, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, de bank investeert in mij eigenlijk om een goed draaiende bedrijf te maken. Van ja, ondersteunen ze mij daarin. Ja, ze ondersteunen me daarin. En ja, ik krijg een paar maanden tijd om het weer rendabel te maken, om een beetje winstgevend te maken. Wij kopen, of de bank koopt alles op van de. Als er geen schulden zijn bij het bedrijf, ja, dan wordt het gaat de bank financieren eigenlijk en dan geven ze mij de fiat eigenlijk om te investeren. We nemen de machines over van de vorige eigenaar. Tenminste, dat er geen schulden zijn, eigenlijk. Ondanks als er schuld is in het spel, dan, ja, dan wordt de boer voor de huidige eigenaar failliet verklaard. En dan, ja. Dat maakt voor mij het ook niet anders hoor, maar ik krijg een paar maanden tot een jaar of 2 jaar soms. Ja, ik moet dan ook bij hun en ik rijd de verkeerde kant op. Praten en doen is mijn ding niet eigenlijk. Ik moet hier natuurlijk. Nee, de bank geeft mij een fiat om het bedrijf weer een beetje bloeiend te maken, een beetje winstgevend te maken weer. En dan, ja, dan praat de bank van, of praat ik ook van, oké, het is zo goed. Jullie kunnen het weer verkopen als een gezond bedrijf. Nou, ik krijg mijn geld weer. Ik steek mijn vrije tijd en dingen erin om. Wij gaan vandaag wat overtollige machines verkopen eigenlijk. Een beetje. Het begon met 20.000. En als ik zou moeten dan
ja, gaat de bank inspringen. Die gaat niet met mij gokken. Ja, we gaan vandaag een paar machines verkopen. Een beetje, toch een beetje, een beetje toch oogsten. We hebben wat oogst binnen gaan. En ja, de silo's moeten gevuld worden. Want het drijft de prijs een beetje op. Goed, ja, om de richting aan te geven. Ja, nee, wat ik zeg, ik ga wat overtollig machines verkopen. Wat ik zeg, nou, dat is niet echt nodig. Want, ja. Ja, de boer heeft vorig jaar nog druk geïnvesteerd. Dat kan je wel zien. Even kijken. Hier stond ook nog wat. Of toch iets. Even kijken. Ik kom hier tussendoor ook. Ik kreeg bijna een deur in mijn gezicht. Ja, nou, zoals dit. Ja, dat is een beetje deel 4. Nou, dat gaat niet worden. Dan gaan we verkopen. Ja, kijk. Ja, ook heel veel tractors heeft hij. Kijk, ook even vrachtwagens. Grote oogstmachines, speciale uitvoering is dit, geloof ik, had ik mij laten vertellen. Twee kiepers, een vent, 8000 kiepers van 20.000 ton, geloof ik. Zoiets, ja. 20.000 liter. Oh, dat gaat mooi wat hij heeft. Ik dacht dat hij meer had. Even kijken waar. Ja, die heeft hij ook niet meer nodig. Dus gaan we even verkopen voor 20.000. Nou ja, het levert nu weer. Serieus een beetje geld op. Deze hebben we niet echt nodig meer. Nou, dat is weer ruim 40.000. Nou, deze gaan we overkopen. 161. Deze, nee, deze hebben we ook niet echt nodig. Meer. Boomfrees, ja, dat komt wel van pas. Scorpion King. Oh, kijk. Kijk, een appje. Twee grote Amazones heeft hij. Twee horse cultivators en ploeg in één. Leuk. Ja, dit is ook een hele leuke Dodge serie 9 design. Heb je ook, oh, heeft hij een stuk of 4 van. En Mercedes M-Track heeft hij.
veel tractors trouwens. Oplaadwagen, transport, lopende bandjes, een watertank geloof ik, ja. Kijken, machine, oh hij heeft er nog een, oh hij heeft drie van die bak, nee vier. Goedemorgen, wat moet die man ermee? Och, hoeveel heeft hij er? Even kijken hoor. Maar hij heeft er drie. Maar ik, nou, deze heb ik verkocht. Kijken. Niet zo weinig geld. Kijk, dat is. Wauw. Ik kat op zijn staart, denk ik. Ja, dit is, ja, zijn die Dutch 9 series. Oh, dat is 1, 2. Die is er voor. 2. Ja, oh nee, hij heeft het. Nee, zeg ik heb drie, maar. Nee, deze moet ik hebben. Volgens mij. Oh, ik kan het hier in het overzicht zien. Even kijken. Hoeveel heeft hij er? Twee heeft hij er dus. Oké, ik dacht dat het meer had. Twee. Goed, gaan we maar even kijken. Wat voor velden hebben wij allemaal? We gaan maar even gaan. Even deze. Dit is 15. Ja, wat ik hoor dat zijn deze specialities. We lopen enorm hard op het veld, maar ook op het land eigenlijk. Ze hebben mij verteld, het is waar de racewagens onder de combines. Nou, ik wil het wel geloven van. Hij loopt ontzettend hard. Even. Oh, dat is een beetje dom. Zo. Hij heeft een eigen aanhanger. Makkelijk. Een speciale editie van de Nieuwe Holland. En hij loopt een zettend af. Zo, gaan we deze even op de boerderij zetten. Ja, is geen grote boerderij zoals jullie zien. Het is allemaal onhuurd. Vind ik het ook niet zo fijn eigenlijk. Maar ja. Even kijken waar.
beetje grappie allemaal, grapjes. Hier zit erg grote schuren. Staat even voorlopig even genoeg. Deze is voor het gist. En ik ga hier. Zo. Nou, dan gaan we even proeven aan het koeltje vieren. Rechterkant zie je de opslag van hooi, van gras, stro en silage. Veehandelaar. En dan komen we langs de brouwerij. Geen nieuwe truck is. Ja, er wonen hier weinig mensen in de vallei. Het is een soort vallei-ijver. Ja, nou, hier heb je de koeienstal trouwens aan de rechterkant. Dat zit naast de vallei-ijver. Nee, ja, dit is een vallei, die wonen niet zoveel mensen. Ja, mensen wonen. En die wonen iets verderop. Kilometer of 20 maand, geloof ik. Ja, ik heb een winkel, heb ik hier wel. Dus hier allemaal gericht op ja, akkerbouw en landbouw en zo, en dieren en zo. Het is niet echt een woongemeenschap eigenlijk. Ja. Goed. Hier zitten. Oeh, dat kan niet hoeveel er in zit. Kijk, ik geloof 10.000. Dat weet ik niet zeker. Ja, 10.000. En dan kan 70.000. Ja, deze gaan we even naar de overheid toe.
Ja, nou ja, wat is er verder gebeurd? Ja, nou ja, ik heb wat ik ga doen. Ik heb ook heel veel werk, wat ik zei, van, met mijn team. Ik heb heel veel aan mijn team gehad eigenlijk. Samenwerk nu. Ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Goed. Gelost worden. Oh, hallo, ik deed die ene, was echt, dom, 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 dom. Nou, die even weer even. Goed, nou, zit er water, ja, die zit een beetje lastig, die zit boven de deur, zit sneller en duidelijk, ja. Een beetje onhandig. Ja, ik moet nou water kopen. We hebben niet zoals in de Noordfriese mas aan gekeerd. Ja, in de Noordfriese mas hadden we gesloten. En dan kon je ongesaneerd onder de binnen rijden. Die niet, ja, dat zijn de schilderen. Die zijn, nou, goed, ik zeg het dan wel, maar ik ga het gewoon niet proberen. Het is eigenlijk, kijk, hoe is dat? Kijk je ook, oh, dat kan de verkeerde kant af. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, een beetje verkeerde constructie hier. Nee. Nou, dat past ook net. Nou, dat komt nog even. Nou, het is erg diep hier. Nou, ik ga het even proberen.
Nee. Nou, dan moet even een aannemer aankomen of even een paar hulpjes hebben. En waarom kan ik het nou niet dicht doen? Ik kan het zeker doen. Ja, nee, dat is even. Mij was hier ook. Ja, nou. Ja, ik wou het eigenlijk niet, maar ja, oké, maar vooruit hem, hè. Nou, goed. Goed, ik ga dus even wegbrengen en dan sluit ik mijn eerste, ja, nieuwe deel van het nieuwe avontuur van Boetje van Butten. Deze keer op Great Country. Na heel lange tijd. Net gebeuren, hè? Bordjes of geen bordjes. Goed, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering
de nieuwe avonturen van Vloed van Buten. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan. Ga maar eventjes op die abonneerknop. Vergeet ook niet een blauw duimpje te geven omhoog. Natuurlijk, een blauw duimpje omhoog. Dan zie ik jullie weer graag in een volgende aflevering. Ik zou zeggen, nog een fijne dag verder. En ik zeg, houdoe folks!